Veel meer huizen bouwen, meer basisbanen en gratis kinderopvang. Dat zijn de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Vandaag publiceerden ze hun plannen voor Groningen en die gaan vooral over het oplossen van de woningnood. De huidige woningmarkt heeft laten zien niet te werken voor de inwoners van onze gemeente, maar juist voor beleggers en voor huisjesmelkers. Dus investeren in de volkshuisvesting staat voor ons echt op één. Dat doen we eigenlijk op twee manieren. Door meer betaalbare woningen te bouwen, sociale huur, betaalbare koop en middenhuur. En aan de andere kant door die woningmarkt echt concreet aan te pakken. Bijvoorbeeld met de verhuurdersvergunning, door het instellen van een woonplicht en door een pandbrigade op te richten. We hebben een aantal mooie locaties om nieuwe wijken neer te zetten natuurlijk. Dus bijvoorbeeld in de Suikerzijde. Maar we hebben ook plannen om op het Zernike te gaan bouwen. Om daar echt een campus van te maken. Met studenten, maar ook met mensen die bijvoorbeeld daar werken. Het is niet de eerste keer dat de PvdA iets aan de woningnood wil doen. Maar ze denken met deze standpunten wel iets te kunnen veranderen. Ja, ik denk het wel. Met deze plannen, met ambitieuze plannen waarin je lef toont. Kan je echt als gemeente dit aanpakken. En natuurlijk heb je Den Haag er ook voor nodig. Maar als de rechtse partijen het daar laten liggen, dan gaan we dat hier zelf doen. Ik denk dat veel mensen altijd grote woorden hebben over het oplossen van de woningcrisis. Maar niet genoeg met die plannen komen die echt die markt aanpakken. Rechtse partijen die vinden het altijd eng om te doen. Wij zijn een linkse partij, we zijn een sociaal-democratische partij. En net als onze zusterpartij, de SPD in Duitsland, gaan we laten zien dat we juist met een sterk links programma gericht op bestaanszekerheid en het aanpakken van de klimaatcrisis hier Groningen kunnen winnen. Een lijsttrekker voor de verkiezingen hebben ze nog niet. Nee, dat zal in de komende maanden bekend worden gemaakt.